Ja, ik heb zelf in een winkel gewerkt en daar werd heel erg hoegend vaandel gedragen. Dat men zei, give the customer what they want, when they want it and how they want it. Ondernemerspraat, dat is onze podcastreeks door, voor en met ambitieuze ondernemers die ons heel wat ervaringen willen delen, inzichten willen delen rond retail, rond marketing, rond innoverend ondernemen, rond cultuur en HR. En vandaag wil ik het hebben over een belangrijke quote van Angela Mayo die zei: at the end of the day, people won't remember what you said or did, but how you made them feel. En dat gevoel, daar wil ik het vandaag over hebben met Stijn Rommes en Geert Keenis, samen bekend van Keenis en Rommes. Jullie fungeren als retail coaches, vooral in sales en marketing. Ervoor zorgen dat het hele bedrijf, dat iedereen de nodige motivatie heeft en inzet om al die neuzen in dezelfde richting te krijgen. En ook onze experte Alissa Jurissen, content marketeer hier bij Creative Digital Agency, zit met ons aan tafel. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Want het klopt, hè, dat gevoel wat we mensen meegeven, daar draait het om in eender welke business, toch? Absoluut, ik denk in de hele wereld. Alles draait rond gevoel. Ja. Zeker in de winkels, ja, absoluut. En jullie core business is dus nu geworden om dat gevoel en die emoties tot bij de eindklant te brengen. Eerst en vooral, hier, ik wil het over jullie hebben. Hoe begin je nu als coach in retail sales marketing? Vertel. Goh, Stijn, dat ga ik u laten vertellen. Eigenlijk, wij zijn eigenlijk tijdens corona gestart. Tijdens corona lag alles plat. Wij zaten toen bij de notaris, hè, bij de oprichting van onze vennootschap. Hè. De notaris verklaarde ons gek. Zei, waar gaan jullie nu tijdens coronatijdperk een eigen zaak oprichten? En nog dan een coaching in de retail sector. Maar eigenlijk was dat voor ons een zegen. En waarom was dat een zegen? Eigenlijk om twee redenen. Het aantal contactpunten dat bedrijven hadden, werd eigenlijk, in de toekomst is dat afgebouwd. Hè. Kijk maar naar de financiële sector bijvoorbeeld. Het banken die meer en meer hun kantoren gingen sluiten. Dus er was wat minder contact met klanten. En natuurlijk de digitale versnelling. Heel veel bedrijven moesten tijdens corona eigenlijk gaan versnellen. Er was minder webshops, klanten gingen meer en meer digitaal bestellen met een gsm. Dus we wisten van, oké, als wij het verschil willen maken, dus als er een training moet zijn, mensen, moet er boenk op zitten. Als een klant komt in de winkel, dan moet het er boenk op zitten. Ja. Dus dat zijn volgens jullie de essentiële punten van winkelervaring, de contacten, maar ook die digitale versnelling? Ja, ik denk dat het winkelcontact zal altijd blijven. Hè? Dus de digitale versnelling heeft er dan wel voor gezorgd, als je dan iemand in de winkel krijgt, dat je wel het juiste contact moet leggen met de klant. Want vaak bereid je ook dingen voor op het internet, komt naar de winkel, en het is dan de kwestie om het af te ronden, in de winkel af te ronden. Dus ja. Ja, wat denk jij, Alissa, wat zijn zo uit ervaring, jullie begeleiden heel veel bedrijven in die ervaring, wat zou jij kunnen aanhalen als ergste pijnpunt in zo'n fysiek contact met klanten? Wat kan er mislopen? Wat zien jullie? Ja, er kan heel veel mislopen natuurlijk, maar ik denk dat het vooral op persoonlijkheid en dat vlammetje brandend houden vaak, hè, dat het daarom gaat, dat dat echt het hele belangrijke aspect is. En dat is ook het eerste dat klanten heel erg voelen natuurlijk. Hè, dat als ze al eventjes niets meer van je hebben gehoord, een telefoontje, een mailtje, dat hoeft maar hele kleine dingen soms te zijn, dat heel belangrijk is in dat klantencontact. Vooral bij het langdurige klantencontact dat wij hier natuurlijk vaak hebben bij Creative. Ja, zeker als je dat weer spiegelt op winkels, denk ik dat eerste contact in die winkel, die klantvriendelijkheid, het begroeten, dat lijkt het simpelste, maar ik weet, jullie zijn ook allemaal consumenten. Als je eens nagaat op welke plaats word je echt vriendelijk onthaald in een winkel. Ja. Heel weinig. En dat zijn ook plekken waar je uiteindelijk teruggaat. Hè? Dat zijn plekken waar het gevoel heel goed is als je de winkel binnenkomt. Dat is al een soort van vibe die in een winkel ook hangt. Hè? Binnen een paar seconden heb je als consument eigenlijk al wel bepaald. Oké, dit is waar ik bereid ben geld uit te geven. Dat verhoogt ook je koopappetijt. Hè? Ja. Als je binnenkomt en je wordt niet begroet en het is heel oppervlakkig en je vindt niemand of ziet niemand. Of enerzijds, je wordt wel vriendelijk begroet. Ja, de kans dat je gaat kopen is mijn ogen veel groter. Ah, zo ben ik zelf toch. Ja, zeker. En ook mensen blijven wel mensen kopen. Hè? People by people. Ja. Heel vaak zei ook tijdens de opleiding van mensen komen voor een product of een dienst in de winkel, maar ze komen terug omwille van jullie. Mm-hmm. Daar kunnen we het verschil maken. Absoluut. Ja, dat is dus voor het fysiek. En jullie begeleiden er in heel veel retailwinkels vooral. Ik denk in een Hubo, bepaalde grote warenhuizen, de lunchgarden. Kan je daar een langdurige relatie opbouwen met klanten?
Ja, ik ben ervan overtuigd dat de mensen die daar werken dat zeker kunnen. Dat is ook een van de dingen die wij in de opleiding en in de coaching binnenbrengen, is het ijsbergprincipe, de verbinding maken met mensen. Dieper in de buik gaan graven, waar is hij gevoelig voor, of hij of zij. En daar, als verkoper blijven op inspelen, ja, dan kan je die lange termijn relatie wel opbouwen. Hè? We merken ook heel vaak dat die behoefteanalyse te weinig gemaakt wordt. Heel vaak gaan mensen in de winkel producten aanprijzen, gaan heel technisch zijn over producten. Dan vergeten we vaak de connectie maken met de klant. Waarom is die klant nu hier? Wat heeft die klant nu nodig, juist exact? Mm-hmm. Dus af en toe eens zeggen, heeft u nog iets nodig? Kan ik eens helpen? Al is het maar in de rayon, al wandelend. Dat soort kleine dingetjes? Zo'n kleine dingen die helpen. Maar eens als je in het gesprek bent, er dieper durven op ingaan. Ja. Daar zit vaak het grote pijnpunt van verkopen of niet verkopen. En dat heeft ook veel met aannames te maken. Hè? Verkopers doen, dat ik uit ervaring weet, ik heb zelf ook heel veel jaren in de retail gewerkt, ook als winkelmanager. Mensen zijn heel vaak geneigd om gesloten vragen te stellen. Ja. Dus dat is echt al het uitgaande van, het zal wel dit antwoord zijn wat ik krijg van die klant. Ja. Maar dat beperk je jezelf eigenlijk heel erg mee. Het is de vooringenomenheid. Hè? Ja. Niet alleen met het vragen stellen, maar ook ze zien iemand. Ze vormen een beeld op basis van wat die aan heeft. Ze zeggen, die gaat dat niet kunnen betalen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Fout. Mm-hmm. Als je dieper ingaat en je voelt de situatie, gaat die inschatten, dan kom je veel beter tot, waar moet ik naartoe? Hè? Ja, absoluut. Dat is echt het open vragen stellen en het ook echt oprecht geïnteresseerd zijn in die klant, inderdaad. Dat is ook die ijsbergtheorie en zo, en dan de open vragen. Open mind en open vragen. Ja. Die heb je natuurlijk minder of niet bij een online contact. Waar ligt daar het verschil? Hoe kan je daarvoor dat wauw-effect bij de verwelkoming zorgen? Het online verhaal is natuurlijk een ander verhaal, want wij mensen hebben 5 zintuigen. Dus de winkel, daar horen we dingen, kunnen we dingen aanraken, proeven, horen, zien. Dus de webshop of digitaal is enkel uiteraard het zien, het producten vergelijken. Maar je kan bijvoorbeeld, wij werken ook vaak met online chatverhalen. Dus als er een vraag is van een klant, het chatverhaal, die kan die vraag stellen, hoe gaat je in contact met die klant via het chatverhaal? Dat zijn ook dingen waarop we heel sterk werken. Ja, dus dat zit in onze customer journey scan zit dat ook in. Hè. Dus we doen heel vaak voorafgaand, voordat we starten ergens, ook een aantal mystery shoppings. Ook heel vaak met een spybril, dus met beelden. Ja, met goedkeuring van de opdrachtgever natuurlijk. Waardoor dat we langs de verschillende kanalen gaan aftoetsen, hoe zit de klantvriendelijkheid. En dan voel je ook vaak, bijvoorbeeld via mail, hè, dus dat ook de taalgebruik in de mail... Ja, echt wel voor verbetering vatbaar is. Dus die klantvriendelijkheid kun je ook in mails wel meegeven. Ja, dus geschreven communicatie, ook telefonisch. Ja, dat is ook een van onze dingen die we aanraken. Dus je kunt daar toch wel wat bijbrengen, ook zelfs op het online gebeuren. Hè. En op welke aspecten beoordelen jullie dan nog, bijvoorbeeld? Goh, dat gaat heel breed. Van de parking, hoe ligt de parking erbij voor de winkel, tot wat gebeurt er met een retour of een klacht. En alles wat daartussen zit. Ja, de reis van de klant is heel uitgebreid. Ja. Je start inderdaad op de parking en dat eindigt bij een retour of bij een afrekening aan de kassa. Ik denk dat daar ook heel wat voor verbetering vatbaar is in heel veel winkels. Mm. Dus het zijn niet enkel de verkoopsmedewerkers die echt tot die positieve ervaring bij... Want je associeert dat toch wel met degene die de verkoop doen? Nee, dat is... Het gaat ruimer, hè. Gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, absoluut. Ja. Je gaat ook het binnenbellen bij bedrijven... De back-office, noem maar op, klantendienst, klachtendienst, ja. En die moeten allemaal dezelfde taal eigenlijk spreken, hè, voornamelijk. Ja, voilà. Ook absoluut. Ook het doorverbinden bijvoorbeeld, als je klant ergens binnenbelt en je moet daar 5 of 6 minuten wachten. Ja. Of de manier waarop ze doorverbinden, zijn allemaal elementen die inspelen op de klant. Ja. Ja. Op het gevoel van de klant, want het draait erom. Is dat een soort draaiboek wat jullie opmaken? Een customer journey map? We hebben wel een... Stijn heeft dat voornamelijk zelf uitgewerkt ook. En dat zit heel goed in elkaar. Dat is wat we zelf ontwikkeld hebben op al de touchpoints. En alles wat te maken heeft met open vragen, reactief, proactief. Al die dingen zitten daarin. Dat is heel diepgaand. Ja. En dat is wel een goede leidraad. Ja. Heb jij nog zo'n tips, Alisa, van hoe dat mensen zich kunnen onderscheiden ten opzichte van de conculega's, puur door ervaring? Goh, ik denk dat hem dat heel erg zit in u ook vooral kunnen verplaatsen in een klant. Hè? Wat heeft diegene nodig? Wat zou je zelf in zijn plaats graag horen of zien, hè? Van de opdrachtgever waar je aanklopt? Dus dat zit hem inderdaad, zoals al net gezegd, hè? In telefoongesprekken. Een klant hoort het
wanneer je glimlacht aan de telefoon. Absoluut, hè? Dat zijn hele kleine dingen, maar dat zijn inderdaad de aspecten die klanten heel erg voelen. Ja, ik vind het ook goed uitgedrukt, want allee, zo proberen wij ook te zijn. We proberen aan te leren wat als een medewerker die in de winkel staat en die zou zelf ergens gaan kopen, wat verwacht die? Ja. Hè? En dan gaan we het omdraaien. Geef je dat altijd wat je verwacht? Mm. Ja, en dat is wel, daar zit wel een discrepantie vaak op. Ja. Heel vaak merken we ook, hè, we hebben het taakgericht in de winkel, hè, want de winkel moet op orde gehouden worden, moet gevuld worden. En je hebt het klantgerichte. We proberen die balans goed te zetten. Want heel vaak komen winkels waar die balans ofwel aan het ene ofwel aan het andere zit. En die balans goed zetten zorgt ervoor dat je ook meer klantgericht wordt. En dan brengt ook op. Dus is ook rendabeler. Ja, Alisa, hoe belangrijk is die feedback van de medewerkers, maar ook van de klanten? Is dat iets waar je ook op moet inzetten als je een experience wilt aanbieden? Altijd, denk ik wel, ja. Je moet er altijd mee bezig zijn hoe mensen een bepaalde ervaring hebben gehad, inderdaad, bij een klantencontact. Hè. Dat is super essentieel als je wilt verbeteren op de lange termijn. En dat neem je altijd mee, natuurlijk. Hè. Maar hoe doe je dat? Moet je dan enquêtes gaan doen? Moet je Google reviews gaan vragen? Hoe als content marketeer of hier bij Creatic, hoe doen jullie... Dat zit in heel veel dingen. Inderdaad, ook Google reviews, ja, heel simpel. Maar inderdaad ook evaluaties die wij doen aan de hand van een traject dat is afgesloten bijvoorbeeld, of dat een bepaald punt heeft bereikt, waarna wij inderdaad een evaluatie laten invullen door de klant. Ook door een andere medewerker, zodat het niet is dan... Deze collega heeft het traject begeleid en die gaat ook de evaluatie doen, maar dan komt een andere collega, komt die evaluatie doen, zodat de drempel iets minder hoog is om inderdaad ook gewoon eerlijke feedback te geven. Maar je kan toch niet van elke klant in een groot warenhuis feedback gaan vragen? Dus hoe voel je dat? Hoe maak je dat tastbaar? Hoe maak je dat meetbaar? Dat is ook in het bedrijf waar ik althans gewerkt heb, bijvoorbeeld, werd dat steekproefsgewijs gedaan. Dat waren klanten die bijvoorbeeld in onze database stonden, daar toestemming voor hadden gegeven uiteraard. Die kregen, ik denk, een 10% van die klanten die ontvingen een e-mail. Echt met een uitnodiging om een soort van enquête, tevredenheidsenquête, in te vullen inderdaad. Maar ook echt gericht op, hoe ben je vandaag geholpen inderdaad? Ja. En hoe was de winkelervaring ook echt inderdaad? Ja. Wij spelen daar ook een rol in, omdat wij op de vloer staan en zijn, gaan we ook heel vaak eens in contact met de klant zelf. We zeggen, kijk, we zijn hier in het kader van een enquête of een opleidingsprogramma. Komt u hier vaak? Wat is uw ervaring? Wordt je klantvriendelijk benaderd? Hoe vind je van dat advies? Wat vind je van dit? Wat vind je van dat? Dus dat pakken we ook mee. Dat is ook expertise die we kunnen overdragen aan de opdrachtgever. En om even op feedback terug te komen, dat vinden we superbelangrijk. Ja. Niet alleen van de klanten, maar ook onder elkaar van de medewerkers. Dus dat zit die feedbackcultuur integreren in teams. Dat is iets waar wij heel sterk op inzetten. Omdat dat verdere groei ontwikkelt. He, want wat je te horen krijgt vaak, goed natuurlijk ook, want dan geeft je meer zelfvertrouwen. Ja. Maar wat minder goed is, wat moet bijgestuurd worden, als dat in een open sfeer, zonder dat het persoonlijk genomen wordt, kan geaccepteerd worden en mee omgegaan worden, dan zie je mensen echt wel snel vooruit gaan. En heb je daar bepaalde tips? Want ik kan me inbeelden dat feedback geven ook op collega's, dat is moeilijk, hè? Ja, dat is net hetgene wat we er proberen. Ja, dat is een mindset, hè. Hmm. Dat is openstaan om je eigen blinde vlek ook wel wat kleiner te maken. Daar begint het mee. En dat proberen we over te brengen. En dat is datgene waar we daar wordt hier bij Creatic ook heel erg op ingezet. Een trainingscultuur, maar vooral ook een feedbackcultuur onder collega's. Zijn er nog zo trends die we zien in de retail-industrie waar we rekening mee kunnen houden om klanten te beïnvloeden, hierop te anticiperen? Wat is er hot op dit moment? Ik denk, wat er voornamelijk hot is, is terug naar de basis. En dat is terug naar die soft skill, die verbinding maken met die klant. Echt met die klant afvragen, wat heeft die klant juist nodig? En daar echt mee bezig zijn. Plus, denk ook, beleving creëren in de winkels. En beleving start met vriendelijkheid. Hè? Blijf er altijd op terugkomen. Maar we zijn nu gisteren naar een receptie geweest van de opening van een van de winkels waar we aan het werk zijn. En wat merk je? Dat heel veel test... opstellingen gebeuren, woonkamers nagebootst worden, om dat effect te ervaren van, goed, hè, als ik nu, het ging in verband met looprekjes en andere toestellen, als ik dat nu thuis moet gebruiken, waar kom ik allemaal tegen en wat is dan het beste model wat ik zou nodig hebben? Dus het laten proberen en zien en voelen verhoogt aanzienlijk de kans dat mensen dingen kopen, hè. Ja. De rituals bijvoorbeeld, de geuren die als je binnenwandelt, zijn allemaal dingen die meespelen op de appetijt van de consument. Hè.
Dus zijn er nog zo'n tips die jullie zeggen van als iemand een productje koopt dat hè, degene aan de kassa zegt dat stop, daar kan je ook dit en dit mee doen? Zijn dat zo de... Ja? Ja, de klant ook bedanken en ook echt zo terug naar de kern gaan. Dus echt appreciatie hebben voor die klant. Hè. Die klant, vergeet niet, die klant doet die moeite om met de wagen of met de fiets of de bus naar de winkel te komen. En dan is die klant er, dus soigneer die klant. Aandacht geven aan je klant. Hè. Dan komen we terug op die wat we straks gezegd hebben. Ze durven doorvragen, daar doet er niks mis mee. En Alisa, hoe doe je dat dan online? Welke tips heb je specifiek daar? Kan content daartoe bijdragen? Of heb je nog tips qua website of... Dat zijn ook weer al die touchpoints inderdaad, hè, die jullie vernoemden. Dat zit hem in alles. Dat zit in bijvoorbeeld bedrijven die momenteel een WhatsApp for Business gebruiken. Hoe communiceren ze daar? Zit daar ook die klantvriendelijkheid in? Hè? Hoe snel wordt er gereageerd? Wat zijn de mogelijkheden? Belt inderdaad hè, een opdrachtgever terug bijvoorbeeld naar een klant. Echt gewoon ook, hoe worden dingen afgetoetst? Wat wil die klant? Ook weer daar hè, die open vragen blijven stellen. Maar ook inderdaad op een website is alle informatie duidelijk terug te vinden. Dat is ook klantvriendelijkheid, hè? Het is eigenlijk, zoals Stijn zegt, het zijn gewoon basisbegrippen die wij alleen meegekregen hebben in de opvoeding van goeiedag zeggen, bedanken, tijdig reageren, als je iets belooft van dan nakomen. Het zijn eigenlijk simpel dingen, maar die maken zo'n groot verschil. En te eerlijk zijn, niet iedereen heeft diezelfde waarden en normen tegenwoordig nog. Dit een vak op school moeten worden. Ja. Terug naar de kern. Oké, heren, welke boodschap kunnen jullie nog meegeven? Of welke echt broodnodige tip? Je zegt, we zien dat tegenwoordig minder en minder. Wil elke generatie ook anders benaderd worden? Zijn dat ook dingen waar we rekening mee moeten houden? Daar zit zeker wel een verschil in. Ja, want als je heel jonge mensen... in je groep hebt, die zeggen, ja, maar zelf, ik moet niet aangesproken worden. Mm-hmm. Dan proberen we het om te draaien, zeg maar, voelt je dan toch geen verschil als je wel aangesproken wordt? Ja, eigenlijk wel. Ja, waarom doen we dan dat niet? Dus ja, er zit generatieverschil in, dat is zo. Daar kun je niet omheen. Maar het zijn die jongeren dat bijbrengen, wat eigenlijk noodzakelijk is, die basisbegrippen, welke stukje van de opdracht is, hè? Ja. De winkel zal altijd blijven bestaan. Het is alleen de invulling daarvan die verandert. En het is die beleving vandaag die ook heel belangrijk wordt. Als een klant naar die winkel komt, dan moeten wij die goed soigneren, moeten we goed verzorgen, goed doorvragen. Dat zijn dingen die al terugkomen. Ja, ik heb zelf in een winkel gewerkt en daar werd heel erg hoog in het vaandel gedragen. Dat men zei, give the customer what they want, when they want it, and how they want it. Dus het is ook echt de manier van communiceren bijvoorbeeld die je heel erg moet aanvoelen. En de ene klant wordt liever gebeld met een telefoontje, de informatie, dat ze alles kunnen overlopen. De ander heeft dat liever op mail en een overzicht. En dat aanvoelen is ook heel essentieel. Dat zit bijvoorbeeld ook in onze opleiding. Hè? Hoe schat je die klant in? Hè? Ja. Waarschijnlijk al wel gehoord over heel het kleurenverhaal, de verschillende kleurtjes van de mensen. Ja. Maar je kan heel goed de klant herkennen aan hoe dat hij de kenmerken van iemand... Ja, toch wel. Ja, bijvoorbeeld iemand die alles heel goed opgeschreven heeft op voorhand. Hè, die bestaan, heel goed voorbereid, het internet opgezocht, op papiertje geschreven. Dan weet je inderdaad van, oké, goed, die is goed voorbereid. Zeker weten wat je gaat vertellen. Hè, dus dat is vragen stellen en goed weten waar de aansluiting maken, heel belangrijk. Je hebt ook heel rode klanten die binnengevlogen komen, die moeten snel geholpen worden. Ga mee in dat verhaal. Ja. Ik ook. En dan sta ik buiten nog de helft vergeten. Je hebt ook de gele klanten. Ik bedoel, dat zijn de klanten die heel vaak die interactie opzoeken, die een heel leven komen vertellen. Ja, dat is natuurlijk de kunst om dat gesprek zo kort mogelijk te houden. En dan heb je de groene, de rustigere. Ja, die voelt je eigenlijk niet. Die ziet je niet. Die flaneren door de winkel. Maar dat zijn ook wel mensen die hulp nodig hebben. Zoek het juiste moment zoeken en kijken. Dus ja, van het moment dat je die principes door hebt, dan kun je makkelijker de aansluiting maken bij die klant. Dus, ja. Want jullie werken voor de goed thuiszorgwinkels, de groep Kretskens, ik zie Lunchgarden, Tuinleg, Quanten, Eurorente, Hubo, Lesseur, Belfius. Dus ja, hoe je het ook draait of keert, welk dienst of product dat je ook aanbiedt, het is en blijft een people experience. Is dat een beetje de boodschap? Ja, de basisprincipes zijn hetzelfde. Het gevoel wat je aan mensen geeft. Ja. Alisa, Stijn en Geert, als je nu zo één tip nog zou mogen geven waarmee onze luisteraars of kijkers van deze podcastreeks mee aan de slag kunnen, wat zou dat zijn om die experience nog meer te vergroten?
Ons bellen. Dat was niet afgesproken. Ja, echt concrete tips. Ik denk dat we de voorbije half uur al heel wat tips hebben gedeeld. Ja. Maar, Ik denk inzetten echt op die vriendelijkheid. Ja. Ik blijf daarbij, dat is de basis. Allee, dus, die gunfactor ook. Enthousiasme tonen, vriendelijk zijn. Maar ook het blijft dicht bij jezelf. En bij de ene pas een bepaalde aanpak van benadering wel en bij de andere niet. Maar dat is ook degene die het moet overbrengen waar het natuurlijk bij moet passen. Ja, het dus moet vanuit de buik komen. Ja. Dus, ja, dat is wel waar. Het mag niet gekunsteld zijn of voorgeprogrammeerd, want dat werkt niet. Ja. Ja. Dus, sorry. Nee, dankjewel. Ik wou zeggen, beste Stijn en Geert, als retailcoaches vond ik het een aangename ervaring. En leerrijk vooral om jullie hier aan tafel te hebben. Dankjewel ook, Alisa, om die vertaling te maken naar die content marketing online. Jullie zijn met de glimlach binnengekomen en het gaat allemaal om experiences. Dus ik stel voor dat we dat lekkers hier op tafel in onze Creatic Lounge nu ook gaan delen, zodat we kunnen afsluiten met een grote glimlach. En hopelijk sluiten jullie ook af met een grote glimlach en hebben jullie de nodige handvaten gekregen om vanaf morgen ook jouw klanten, familie, vrienden, eender wie, net dat tikkeltje meer experience te geven. Wij zien elkaar terug voor een volgende podcast van Ondernemerspraat, want daar hebben we weer heel boeiende gasten en heel interessante onderwerpen. Tot dan!